ik ben lekker langs Arie en ja, langs Arie geweest, was super, super gezellig. En nog bij mijn oma geweest, was super gezellig. Ik ben nog uitgenodigd om mee te eten. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik ga nu lekker richting Arie. Ik kan wel zeggen, meestal zeg ik eigenlijk naar Arie en Toos, maar sinds een paar maanden geleden, ja, een maand geleden, laten we het daarop houden, is Toos natuurlijk overleden. Ik heb nog die kaartje, heb ik nog steeds. Die vind ik nog steeds mooi. Maar ja, ga ik nu langs Arie. Even kijken hoe het met hem is. Ik ben benieuwd. Even koekeloeren. En het is ook een paar maanden, weken geleden dat ik daar heb gegeten. Ik weet hoe die is. Ja, die mensen wel van uitnodigen om mee te eten. Toen heb ik daar mee gegeten, was super gezellig. Dus, maar daar ga ik nu er weer heen. Het is prachtig weer. Het is als het goed is tot 23 graden. Als ik goed heb. Maar ik kan zo meteen even kijken. Maar ja, en zo niet, laat ik jullie weten. Dat als het minder is. Ik ben lekker langs Arie en ja, langs Arie geweest. Was super, super gezellig. En nog bij mijn oma geweest. Was super gezellig. Ik ben nog uitgenodigd om mee te eten. Was super gezellig, lekker lopen kletsen, net even programma gekeken van net even anders met mijn oma en opa. Was super leuk en nu ben ik weer thuis en het is nu al rond bijna 10 uur. Maar ja, ik ga nu lekker relaxen en ik zie voor de rest wel hoe ik allemaal ga doen. In ieder geval net ook even wezen editen, eigenlijk doen we meestal per dag gelijk die dag zelf, maar ik dacht, doe even lekker rustig aan. Ik doe lekker alles lekker op gemakje. Ik dacht, doe dat even een keer. Kan jij ook nog even eten geven? Toen ik gelijk thuis kwam. En ja, nu wordt het een beetje langzaam, een beetje donker. Maar ja. Wat ik wel kan zeggen, ik had gezegd waarschijnlijk augustus dat mijn oma zo, ja, oma en opa 60 jaar getrouwd zijn. Maar dat is op 28 juli zijn ze 60 jaar getrouwd. En ze kennen elkaar 63 jaar. Dat heb opa tegen mij verteld. Dus het is echt bizar hoe hard de tijd kan gaan. En heel knap dat ze er nog steeds bij elkaar zijn. Hij stond toen gezegd dat tegenwoordig zie je heel veel mensen eigenlijk uit elkaar gaan. En toen zei ik, ja, vooral eigenlijk als je nu kijkt naar de coronatijd, dat heel veel, daar heb ik al eerder over gehad natuurlijk, dat je mensen ziet in de coronatijd heel veel scheidingen ziet. Heel bizar. Ben wel benieuwd, ik weet niet of jullie durven zeggen of niet, maar als zou je durven zeggen, is het bij jou gebeurd in de coronatijd dat je ouders gingen scheiden? Of ben je een ouders die kijkt en je bent gescheiden? Laat even weten in de reactie. Ik ga lekker de laatste rolgordijn maar even lekker dicht doen. Want ik ga lekker klaarmaken om ook lekker een bedje in te gaan. Want morgen weer een dag natuurlijk. En nu lekker pitten. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Waarschijnlijk dat deze vlog wel korter is. Maar ja, ik heb erbij zoveel aandacht aan gestoken om naar Arie te gaan. Echt veel lopen kletsen. En veel lopen kletsen bij mijn opa en oma. Plus dat bij mijn opa en oma best wel privé dingen zijn. En ik wist niet of zij oké vinden als ik daar ging vloggen. Dus vandaar dat ik even daar sowieso bij mijn opa en oma niet heb gevlogd. Maar wat ik nog wel kan zeggen, wat ik al ook al had gezegd, is dat ik super lekker gegeten heb. En wat ik nu ook wil zeggen is dat ik jullie allemaal bedankt wil kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je beneden abonneert. En tof reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers, gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik kom in Gouda, ik ben even gekeken bij mijn oude school, maar helaas was het niet echt veel te zien. Want ja, ik was helaas dicht, logisch, om, ja, als die school dicht is, is de school gewoon dicht. Maar dit is wel de school waar ik denk elke keer, ja, dat zit.